En het Nederlandse Kwaku Zomerfestival is het grootste multiculturele festival van het land. Het festival vindt elke zaterdag en zondag in de maanden juli en augustus plaats in het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. Ieder jaar heeft het festival een ander thema dat tot uiting komt in muziek, optredens, kunst, literatuur en diverse verkiezingen. ATV-verslaggever Horacio Indiaan is ter plekke en maakte de volgende reportage. Ik ga groeten Suriname vanuit Amsterdam Zuidoost. Ik ben Horacio Indiaan en ik bevind me momenteel op het Bemelpark, oftewel het Nelson Mandela Park, waar het Kwaku Zomerfestival gaande is. 4 weekenden lang activiteiten, culinair, entertainment, culturele activiteiten op hoog niveau. We hebben gesproken met heel wat mensen en in de compilatie gaan we dat aan u voorhouden. Ik sta naast Steven Dijkstil, dat is de motor achter het Surinaams paviljoen en ook een van de sterke poten van het Kwaku Festival, de organisatie zelf. Hey Steven, hoe vind jij de participatie van het Surinaamse bedrijf tot nu toe? We zijn tevreden, we zijn zeer tevreden. We hebben een aantal oude bedrijven, nieuwe bedrijven en de mensen komen erop af, dus we zijn heel erg tevreden. Dit is de eerste keer of tweede keer dat Suriname? Tweede keer, het Suriname paviljoen voor de tweede keer. Uh-huh. En we zien dat mensen enthousiaster worden, bedrijven worden enthousiaster. Dus we zijn daar blij mee. En het brengt ons dichter bij de doelstellingen. De bedrijven dichter bij een nieuwe doelgroep brengen, een nieuwe groep klanten. Wat heb ik aan als bedrijf om hier te staan bij het Surinaams paviljoen, als Surinaams bedrijf bijvoorbeeld? Je kan in 4 weekenden 170.000 mogelijke nieuwe klanten ontmoeten. En daarna is het aan jou om ze te overtuigen om je product of dienst af te nemen. En beter kan je niet krijgen. Welkom op Kwaku. Dankjewel broeder. Ik voel me bijzonder vereerd om hier aanwezig te zijn. Maar in het bijzonder gast te zijn. Helemaal in Nederland van ATV. En dat geeft ons een prachtig gevoel. Dat ATV ook aanwezig is bij ons Kwaku Festival. Nou, ik sta hier bij het Surinaams paviljoen. Dit is eigenlijk een platform voor Surinaamse bedrijven. Dit zou helemaal vol moeten zijn met Surinaamse bedrijven. Ik denk dat het economisch super goed gaat in Suriname of zit ik naast? Nou, ik heb wel heel wat bedrijven gezien. Ik heb Telezuur gezien. Ik heb ook een bedrijf gezien voor personen met een beperking. Ik denk dat het inderdaad nog voller kon. Omdat er ook bedrijven zijn die het goed doen. Ik denk dat staatsolie hier ook aanwezig kon zijn. Ik denk dat zeker, vooral in deze tijd, de groente-exporteur van Saramaca, Gopex, hier aanwezig zou moeten zijn om van hemzelf te horen hoe het nu staat met de export van groente uit Suriname. Omdat het nu ook onder druk is komen te staan vanwege het beleid van de Europese Unie om scherper controle uit te oefenen op onze groenten. Maar ik denk dat het meer gestimuleerd kan worden als Surinaamse bedrijven hier aanwezig zijn op Kwaku Festival. Om meer ook het Surinaams bedrijfsleven tot uiting te brengen hier. Wat doe je op Kwaku? Altijd mijn fatu nemen. Elk jaar kom ik hier, ik loop een rondje, ik drink mijn bier, ik zie oude bekenden. En kijk, wanneer je niet naar Suriname kan gaan, is dit het gevoel wat je zoekt. Aha. En ben je vrienden tegengekomen al in de tussentijd dat je hier bent? Ja, ik was hier gisteravond, toen ben ik veel bekenden tegengekomen en vandaag ben ik weer hier. Ik kom net binnen hoor, het is weer eens wat minder, dus het is nog niet zo druk, maar nou ja, ik zie jullie. En dat was dus een kort verslag vanuit Amsterdam Zuidoost, Nelson Mandela Park, waar het Kwaku Festival 2019 momenteel plaatsvindt. Horatio Indiaan gaat u groeten. Mede namens Frans Pinas die gezorgd heeft voor het verslag. En zeg u tot de volgende week met een korte nieuwsflits voor ATV Nieuws. ATV-verslaggever Horacio Indiaan met een reportage over het Kwaku Zomerfestival 2019 vanuit het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. Het festival wordt op 4 augustus afgesloten.